Maar we beginnen in Amsterdam, want daar is Evelien op weg naar actrice Elise Schaap. Je kunt haar kennen van de film Bright Flight of van series als Soof of De Familie Kruis. Haar man is Wouter de Jong, voormalig GTST-acteur. En samen met hem en hun dochtertje Ava wonen ze hier in dit pittoreske jaren 30 huis. Hallo! Hallo! Hi, kom binnen, kom binnen! Hi. Wat een gezelligheid! Ja. Wat een lekker huis, hè? Een stulpje. Ja, en het lijkt gewoon net alsof je gewoon in een dorp woont, wat toch Amsterdam is. Fijn, hè? Ja, ja, heel fijn. Ja, dat is ook echt... toen wij hier kwamen, het huis te bezichtigen, toen waren we gewoon verkocht. En hoe lang geleden is dat dan? Dat is 2,5 jaar geleden. Ja. We kwamen binnen en we dachten, we kunnen gewoon er meteen in. Ja, ja. Het was zo te gek. Ja. We kennen jullie natuurlijk allebei als acteur. Jij hebt heel lang in goede tijden en slechte tijden gespeeld. En jij speelt in allerlei series en theaterstukken, maar je kan ook heel goed typetjes nadoen, hè? Dus ik wou je eigenlijk vragen, doe er eens één. Een. Oh, leuk. Ja. Oh, ja. Nou, jij raden wie het is, okay. Ja? Jij moet raden, ja. Okay. Nou, welkom Evelien in ons nederige stulpje. Het is heel paradijselijk en heel koninklijk. Ja. Moet je, nou... Hè? Patty Bart. Ja. Chantal Jansen. Ja, jongens, in één keer allebei goed. Nou, oké, jongens, klaar met de types. Verder met ons huis. Hé, wat is dit? Ja, dat is een foto die is ooit gemaakt voor de Volkskrant van Wat doe je in het weekend? En dit deden wij eigenlijk heel vaak. Dit is bij Café Thijs in de Jordaan. Ah, ja, we zijn echt spellenerds, want check even, dit is echt, wow. Ja, dit is echt mijn pracht. Dus dat is echt voor jullie, dat is nog niet voor jullie dochter, die is nog te klein. Die is nog te klein, maar we kunnen niet wachten totdat ze ook lekker een potje Carcassonne met ons kan spelen. Carcassonne, ik ken het helemaal niet. Ja joh, dat is zo leuk. En dat is jullie keuken? Dit is onze keuken, ja, en dat zat er eigenlijk allemaal al in. Dus ook daar hoefden we weinig aan te doen. En het voelt jullie smaak klaar. Ja, echt heel fijn. Nou. Dit is onze tuin. Het gras een beetje wat minder dit jaar, maar dat, ja, gelukkig is Wouter chef gras. Nou, dan gaan we dus nu naar de plek... Ja, dat is onderhuis. Ja. En dan hier, zie je hier, tada, onze compost op. Ja. Daarvoor kunnen we nooit zitten en aan het eind van de dag is daar zon. Mm-hmm. Dan zitten we nooit op die bankjes, want al die fietsen staan daar. Ja, ja. Dus dat zou dat gaan zijn. We regelen, maar jullie moeten wel helpen, hè, jongens. We gaan helpen. Laten zien hoe handig jullie zijn. Ja. Ja. Vooral jij, hè? En jij ook. Chef gas. Ja. Chef fietsenhok. Ja. Daar is Thomas inmiddels bezig met de basis voor het fietsenhok. En die komt deels in de sloot. Wow, wat goed, hè? Ja. Dat verschil. Tof, hè? Jeetje, wat een klein stukje gepikt zo, hè? Wat knap. Heerlijk. Kan wat groter. Hé, we kunnen ook nog vissen. Nou, inderdaad. Een duik nemen, een paar baantjes tegen. En we kunnen er ook met z'n drieën op staan. Dan gaat het niet mis. Nou, we kunnen het proberen. Nou, we kunnen het proberen. Nou, zag niet door. Ja hoor, een goed begin is het halve werk. Oké, nou, alle staanders hebben we op maat. En de rabatdelen, dus we kunnen gaan schroeven. Ja, ik speel dus in Soof, speel ik een klusvrouw. Ja. Maar ik heb werkelijk geen idee wat ik heel vaak sta te doen. Leuk vind ik het wel. Ik nou, het inderdaad, maar het ziet er nu ook allemaal heel erg uit. Ik kan er eigenlijk helemaal niks van. Dat acteert ze nu ook. Allemaal geacteerd. Nee, wat kan ik super goed en serieus? Maar dat vind ik zo leuk. Jij kan al die typetjes nadoen. Hè? Ja. Heb je er nog eentje van mij? Ja, welke wil je horen? Nou ja, ik vind. Een beetje dat Russische... Oh, Roxandra. Die gaat ook niet boren. Dat doet ze niet. Doet ze niet? Nee. Wat doet ze dan? Lekker een beetje eten maken en een koffietje zetten. Nou, leuk is het. Wil je nog koffie? Nou, lekker. Oké, okay, dan ga ik koffie erbij, dan heb ik wat. Ja, lekker. Thomas! Ik heb hele lekkere koffie voor jou. Het komt wel goed uit dat jij zo heet. Want is dat zo? Ja, zo heet mijn man in familie Kruis ook. Nou. Dus het voelt helemaal als thuis. Het is net gewoon net echt, joh. Ja, joh. Nou, nou, kopje koffie. Nou, die deeltjes mogen het eraan. Oké. Okay. Dan mag jij met die schroeftel... Met die schroevendraaier. Yes. Hoppa. Ja, hoor. Hopsa. Echt eigen huis thuis, hoor. Nou, echt, hè? Eigen huisje en tuin. Precies. Watertje erbij. Nou, gezellig, hoor. Wat wil je nog meer? In Amsterdam, in de tuin van Elise en Wouter, is het fietsenhok bijna klaar. En dan het dakje, dat zijn deze transparante golfplaten. Alleen, dat zorgt natuurlijk niet voor verband, het maakt het alleen waterdicht. Dus daarom zitten er ook nog twee schoren in, zodat het geheel wel een beetje stevig wordt. Niet dat het zo'n fietsenschuurtje wordt. Bij de buren is het gras altijd groener. Dat gaat hier niet gebeuren, hoor.
Dit wordt een mooi grasmatje. En groen dat hij is. Oh, oh, oh. Het rond is gerealiseerd. Ik heb al een laagje voedzame aarde neergelegd. En nu is het gewoon een kwestie van uitrollen. En afsnijden. Dat doe je gewoon met een broodmes. Erin. Jeetje, wat mooi! Wat te gek! Jongens, wat gaaf. Kijk nou. Wat super met een rekje. Dit is echt, echt helemaal profi. Ik vind het ook wel een leuke mancave. Als hij nou heel vervelend is, dan zeg ik gewoon hup in het fietshok. Ja, nou, toch? Ja, ik verblijf hier graag. Ja. Jezus, wat het is echt heel erg goed gedaan, man. En ik vind het ook super knap dat je zoiets tofs in zo'n korte tijd kan neerzetten. Fantastisch, hoor. Ja, dit is echt zalig. Echt gaaf.